enige dat belangrijker is dan voetbal zijn mijn kleinkinderen. Ja. Dat was heel snel. Ik had kleinkinderen nog niet gebruikt. Nee, dat is het mooiste. Ja? Ja, dat is werelds. Als die meiden ziet, die zijn nu groot, dus normaal gaan we eind van het jaar gaan we met z'n allen weer. Omdat nou die gasten, ja, die krijgen een meisje, weet je, ja, de oude 16 jaar, die gaan, lopen klooien. Nou, die een zit al in Amerika, de ander gaat daar naartoe, dus normaal ging ik met vakantie, dus gaan we eind van het jaar gaan we weg. En dan gaan die meiden mee. Ja, dat is toch werelds, man. Ik zie het aan je. Je glunt ervan. Ja, maar dat is het mooiste. Ik ben nog goed. Toen ze werden geboren, ik wou ze niet mijn handen. Als ik laat vallen, dan breken ze in tweeën bij wijze van spreken. Maar nu die gasten, weet je wel. Ja, als ze zo'n vervelend zijn, dan geven ze wel een rotschop. Ja. Bij wijze van spreken. Maar die meiden, dat durft niet aan te zitten, weet je. Dan hebben we echt die breek je per ongeluk. Ja, dat is... ja, dat is het mooiste wat er is. En ja, nu, als ze soms weglopen... Ze vergeten een goede dag te zeggen, dan krijgen ze erin. Ja, dan geef ik een gil. Hey! Weet je wel, en dan. Oh ja. Ah, het is werelds. Dat is het mooiste wat er is.